takes me some time. We hebben zelfs de bijpassende muziek. Nou, dit is onze tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. En het is allemaal kleinschalig, maar het is allemaal gericht op Driebergen. En we hebben een aantal thema's. En een van de thema's is de mobilisatie in mei 1940. En die vond plaats in de dagen voor de slag op de Gerberberg. En de mensen die op de soldaten die op de Gerberberg hebben gevochten, die werden voor een gedeelte in Driebergen ingekwartierd. In een aantal grote huizen. En je ziet hier dat ze hier ook het wel gezellig hadden. Toen de oorlog uitbrak, toen werden ook mensen geëvacueerd. Met name de hoofdstraten om daar een soort schootsveld te houden. En op deze foto zie je bijvoorbeeld die mensen dus terugkwamen na de evacuatie. In ieder geval toen was het oorlog. En Wilhelmina die verkondigde dat er ook. Nederland de oorlog met Duitsland. Nou, dan gaan we even naar de bezettingstijd. En die bezettingstijd die heeft dus 5 volle jaren geduurd. En als je dus hier kijkt, dan zie je wat fotootjes uit die tijd. Maar we hebben helaas heel weinig foto's van waar Duitse soldaten op staan. Want ja, fotograferen was toen verboden. Behalve door de Duitsers zelf. En die foto's zullen wel ergens zijn. Maar we hebben ze niet kunnen vinden. En we hebben een foto van een soort palissade die opgericht is op de Hoofdstraat, maar dat was vlak aan het eind van de oorlog en die heeft ook niet lang bestaan. Driebergen was vrij klein, hè? Veel kleiner dan nu. Je ziet hier zie je Driebergen in de oorlog. De A12 was er nog niet helemaal, die was een aanleg en die zal er zelfs voor een gedeelte klaar geweest zijn. Nou, dan zie je bonboekjes, hè? Want we weten allemaal dat een tijd was waar nog honger werd geleden en dus we hebben ook bonboekjes. Je kon dus geen eten krijgen zonder bonboekje. Want ook in Driebergen kreeg men honger, weliswaar niet zo erg als in de grote steden, maar er kwam hier ook steeds meer op de bon. Vanaf het begin was er eigenlijk van alles, had je bonnen nodig om te kunnen kopen. En dat ging over kleding, voedsel en allerlei andere dingen, met name voedsel was natuurlijk heel belangrijk. En ja, je ziet daar hier iets van. En dit plaatje hier, dat is in Driebergen genomen bij de vleesfabriek Gervato. En die mensen staan er in de rij voor bouillon. Ze kregen dus een kan bouillon mee, als je een bon had tenminste. En het verhaal gaat dat als je nou mensen kende die bouillon aan het scheppen waren, als je ze goed kende, schepte ze van beneden af aan in de ketel. Nou, en als je ze minder goed kende, schepte ze van boven. Dat had natuurlijk alles te maken met de kwaliteit van de bouillon. Op 7 mei gebeurt het, dan komt hier vanuit het oosten, vanuit de toren, komt hier een Engelse divisie binnen. Ja, ja. En de Engelse infanteriedivisie, en daar zitten ook eenheden bij van de Prinses Irene Brigade. Ja, ja. En dat gaat u dus nu zien. En u zult ook zien dat er nog een Duitser erop zitten. Als die Engelsen binnenkomen, is het toch vrij vroeg in de ochtend, 8:30. Ja, en dan is het nog vrij rustig, maar naarmate de dag vordert, de meer soldaten langskomen, komen er steeds meer mensen op de been en wordt het één groot feest. Ja. Hij is wel snel afgedraaid, dat gaat je met de films. Ja. Waterschoot is degene die het gemaakt heeft. Goed dat hij nog materiaal had om het te maken, hè? Ja, dat is heel bijzonder. Ja, dat zijn dus weer Engelsen. Ja. Ja, zo zagen ze eruit. Het waren dus geen Canadezen, het waren Engelsen. De Canadezen kwamen wel, maar die kwamen pas later. Ja, dit zijn de Britten. Ja. Wat
echt heel voorzichtig. Ja. Dat is hier. Kijk, en dat zijn Nederlanders, kijk. Dat embleem met het Nederlandse leeuw, dat is van de Prinsessenhegenbrigade. En die Duitsers die er nog waren, die gaven geen kick toen die Engelsen... Nee, dat zult u zo zien, wat daarmee, wat er gebeurt. Ja. Er zijn geen schietpartijen geweest. Niks. Niks. Er gaan ook de Duitsers. Ja. Oh ja. Omgekeerde wereld. Kijk, met wapens nog allemaal. En nemen vrouwen mee, zie je. Vrouwen ook nog mee. En nog gewond. Want de vrouwen die met de Duitsers te maken hadden, die werden kaal geschoren. Ja. Daar hebben we geen beelden van en die hadden we ook niet, zouden we ook niet gebruiken. Nee. Wat zijn dit? Dat is Nederlands. Ja, dat zijn Nederlanders en Engelsen. Ik kan niet zien, ik kan de emblemen niet zien. Dit is een Duitser die land, ja, een beetje verloren tussendoor. Ja. Het is stom, dat we binnen, ja. De mensen staan aan de kant rustig, die laten ook gebeuren. Een heel merkwaardige situatie. Ja, de kerk. Allemaal voor de, ja, de kerk. Klikken en de kerk, ja. Dat zijn panzerwagens, dat zijn breinkunkeriers, dat zijn tanks, dat zijn drietonners. Allemaal heel drukken. Hier een uitdruk van de Volkskrant. Grappig om te vermelden dat er kort na de oorlog geen kranten meer hier verschenen. Meestal geen regionale kranten, want het papier was op. Meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again, some sunny day.